Afvalscheiden loont, dat blijkt in Pijnakker-Nootdorp. Daar wordt deze week het miljoenste kilo gescheiden afval ingezameld sinds in die gemeente 6 maanden geleden een afvalpilot van start ging. 1 op de 3 inwoners doet inmiddels mee. En het principe is simpel. Wie afval gescheiden aanlevert, krijgt geld. En de gemeente, die wordt schoner. Hier wordt papier gebracht, er wordt plastic gebracht. Dat is gescheiden afval dat mensen thuis verzamelen en dan hier bij Rijk afleveren. Op 6 plekken in de gemeente Pijnakker-Nootdorp wordt het afval ingezameld door het bedrijf Rijk in opdracht van afvalverwerker Avalex. En voor elke kilo plastic, kleine elektrische apparaten, textiel en oud papier die mensen inleveren, krijgen ze geld. Variërend van 5 tot 25 cent. Met een speciale ledenpas registreert de computer wie hoeveel afval brengt en wat het oplevert. Als je een tientje gespaard hebt, dan maken we dat over naar, nou ja, naar hun eigen rekening. Of naar het goede doel, of naar een vereniging, een sportvereniging, dat kan ook. Dat bepaal je zelf. Dat is €2,84. Oké, dankjewel. €2,84 heeft u morgen elkaar gespaard? Ja, klopt. Ja, dat is voor de jongste dochter. Gaat het allemaal goed, meneer? Ja hoor, dat gaat best. Hoe komt u aan die spullen? Nou, dat is voor de kleinkinderen. Die hebben allerlei adresjes, ophalen en bewaren en sparen. En dan mag oma en opa die mogen het verzorgen verder. Maar deze kleintjes doen het liever zelf. Wat heb je net gedaan? In de? Prullenbak gedaan. Heb je het in de prullenbak gedaan? Goed voor jou. Ja. We zijn 6 maanden geleden begonnen en deze week gaan we de miljoenste kilo binnenhalen. De miljoenste kilo. Dat is natuurlijk wel geweldig in 6 maanden tijd. Dat loopt voor wat we zelf ook hadden gedacht. Maar ja, grote vraag is, van levert het genoeg op? Betaalt het zichzelf terug? De exacte rekensommen worden op dit moment gemaakt. Maar uiteindelijk gaat dit systeem zichzelf terugverdienen. Eind deze maand wordt de proef geëvalueerd. Milieuwethouder Nico Oudhoff is enthousiast. We zijn erg tevreden over het verloop van deze pilot. Nou, u weet, wij zijn een van de 6 gemeenten die in Avalex participeren. Avalex gaat daarover. Dus ik zal proberen mijn 5 collega's in het dagelijks bestuur van Avalex te overtuigen van het succes van dit verhaal. En ook de wethouder zelf doet mee. Nou ja, het werkt als volgt. Met de pas bied je je afval aan. En vervolgens, als je dat gedaan hebt, krijg je een mailtje. Daarin staat dat ik afgelopen zaterdag het een en ander heb weggebracht. 25 kilo, €2,39. Inmiddels is mijn saldo €7,53. En er is ook al 2 keer €10 weggesluist. Dus u bent een rijk man? Dat was het maar zo. Het gaat naar de hockeyvereniging. Ja, daar is de club in deze tijd natuurlijk ook erg blij mee. Het bedrijf Rijk is met nog zo'n 10 andere gemeenten in gesprek over de invoering van dit afvalscheidingssysteem. Onder meer Den Haag is geïnteresseerd.